Welkom in de Urgenda-taxi van meneer De Leeuw. Vandaag is de dag van de duurzaamheid. Door heel Nederland is er van alles georganiseerd en we zullen een aantal acties en presentaties bezoeken op het gebied van sociale duurzaamheid. We zijn hier voor de wedstrijd tussen Oost- en West-Knollendam om energie te besparen. Twee dorpen hebben elkaar uitgedaagd om te kijken welk dorp er het meeste energie wil besparen. Op internet kunnen we elkaar controleren. Dus één keer in de week moeten we de meterstand van elektriciteit en gas moeten we invoeren. Daardoor is bij ons dus al de oude droger, die eigenlijk al 25 jaar oud is. Daar schrik je gewoon van wat die verbruikt. Ik vind dat duurzaamheid af en toe een beetje wat vernauwend wordt neergezet. Voor mij is dat een stuk breder dan alleen groen en alle technologische ontwikkelingen. Het gaat ook over hoe je met elkaar in de samenleving en in de wereld met elkaar omgaat. We werken hier met mensen met een hulpvraag en daarbij benaderen wij niet de mensen met wat ze niet kunnen. We benaderen die mensen vanuit de hoek van wat kunnen ze wel en waar zijn ze wel goed in. En we merken dat als je dat stimuleert, dat er vanzelf veel meer dingen omhoog komen die ze dan blijkbaar toch ook nog kunnen, omdat ze dan in hun kracht staan. Ik werk hier nu sinds vorig jaar november en dat valt me heel erg goed. Ja, je leert hier wel heel veel van elkaar. Soms dan zie je een ander iets doen en denk je van ja, dat zou ik nog beter kunnen doen. Wat leer jij dan van hun? Heel erg veel. Ik heb bijvoorbeeld hier een autistisch jongen in afwas werken. Zodra ik niet open en eerlijk tegen hem ben, dan kaatst hij dat heel erg keihard terug. Nou ja, je luistert eigenlijk niet echt. Dat is heel erg leerzaam voor mij. Van joh, jij moet ook jezelf zijn. Dus ik moet ook mezelf zijn. Dus ik vind dat een enorme verrijking. We zijn bezig met een programma in de Vogelaarwijken. En we hebben een project dat wij ondersteunen en kennen in Brazilië. Die een hele mooie methodiek hebben om in wijken met de mensen in de wijk mooie resultaten te boeken. En we gaan die Braziliaanse jongens hier naartoe halen. Om wat zij kunnen ook hier toe te passen. Wij zijn met een duurzame tuktuk het land aan het doorreizen om duurzame dromen te vangen van de Nederlandse jongeren. Ik ben jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling naar de VN. Wat is nou jouw duurzame droom? Golfenergie. Elke dag op de fiets. Ik ben toevallig bezig met mijn bachelorproject en ik doe het over elektrisch rijden. Nou, dat vind ik zo leuk om te horen. Mag ik jou op een groen voetstuk plaatsen? Willen we jou eventjes voor eren. Hoe kan ik jou beter vertegenwoordigen bij de VN? Jongeren meer trekken in zulke projecten. Zou jij willen meedenken? Ja, tuurlijk. Ja? We komen geregeld samen met jongeren die zin hebben om mee te denken. Okay. Nou, heel goed. Super bedankt voor je bijdrage en fijne dag. Er zijn hier allemaal paviljoens, duurzame communicatie, fair food, mobiliteit. Dit is het Weilandpaviljoen. Hier gaan mensen met elkaar in gesprek. Waar denkt u aan als u daar kijkt? Dus ik zie een soort inspiratiekamer voor nadenken over toekomstige zaken. Ja, Weiland is een netwerk van mensen die allemaal uit hele uiteenlopende hoeken met sociale duurzaamheid bezig zijn. Hoi, Roy. Het is een soort laboratorium waarin we nieuwe dingen willen uitproberen. Wat is dat nou, sociale duurzaamheid? Iedereen noemt het maar. Deels geïnspireerd door andere culturen waarbij zij zeggen, als het jou goed gaat, gaat het mij ook goed. In plaats van de traditionele westerse wereld, als het met mij goed gaat, gaat het de mensen om mij heen goed. Dus minder op jezelf gericht en meer op de collectiviteit gericht. Ik vind het gewoon boeiend dat als ik een topambtenaar spreek die beleid maakt over illegale, dat hij nog nooit een illegaal heeft ontmoet. Ik begrijp nu hoe je dan iets kan verzinnen. Jan, aan jou de eer voor de visie 2049. We hebben vandaag heel veel enthousiaste mensen gezien. Mensen die zich inzetten voor sociale duurzaamheid. Dus zich eigenlijk inzetten voor anderen. Om zich heen, in hun omgeving, of zelfs internationaal contact maken. En we hebben daarbij gezien dat je eigenlijk heel veel voor een ander kan betekenen. En ook heel veel van een ander kan leren.
ook van mensen waarvan je het misschien eerst niet had verwacht. Ik vond het een mooie dag. Een mooie dag van de duurzaamheid.